Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Zwijnse Academie, waar we vandaag gaan behandelen rekenen met mol. Nou, voor het berekenen met mol hebben we eerst een paar berekeningen. De eerste is dichtheid, dat is massa delen door volume. En we moeten wel even letten op de significantie. Dit plaatje heb ik even bijgedaan, zodat je mooi kan zien van volume naar massa, van massa naar chemische hoeveelheid, ook wel mol genoemd. Nou, als je van massa naar mol gaat, dan is het altijd delen door de molaire massa. Hoe we dat berekenen, komen we straks even voor. Dan hebben we ook een stappenplan. De eerste twee stappen heb ik al even op het bord gezet. We gaan eerst de vergelijking opschrijven en dan kloppend maken. En daar heb ik een voorbeeld bij. Nou, dit is het voorbeeld. Ik heb calcium plus zuurstof gedaan en dat wordt calciumoxide. En dan heb ik meteen kloppend gemaakt. Dus 2Ca plus O2 wordt 2CaO. Nou, dan gaan we kijken wat is er gegeven en wat wordt er gevraagd. Nou, we hebben 500 gram calciumoxide, dus dat is gegeven. We willen weten hoeveel zuurstof er wordt gegeven. Nou, daar hebben we een vraagteken bij gezet, die weten we nog niet. Dan gaan we naar stap 3. En daar gaan we de molverhouding noteren. Het klinkt veel moeilijker dan het is, ik heb er een voorbeeld bij. We kijken even naar de getalletjes hier voor de stoffen. Nou, O2 staat eigenlijk een 1 voor, want er staat niks voor. Nou, voor de CaO staat er een 2. Dus de molverhouding is 1 staat tot 2. Dit schrijven we op als 1 dubbele punt 2. Dat is je molverhouding. Stap 4, dan gaan we omrekenen. Nou, dat doen we via mol. En in de BINAS kan je dat mooi even zien. Want als je dan naar BINAS 99 gaat, dan kan je mooi alle eenzame stoffen kan je bekijken. En als je naar BINAS 98 gaat, dan staan er de grote stoffen staan er. Deze staat ook in je BINAS. Nou, daar heb ik even opgezocht. Dat is 56,077. En dan gaan we die ook omrekenen. Dan deel je het door de molaire massa. We hebben 500 gram. Dat delen we dus door de molaire massa die we hebben opgezocht in je BINAS. Nou, dan gaan we naar stap 5. En dan gaan we nummer 4 toevoegen aan nummer 5. Even een mooi tabelletje gemaakt. Nou, een mooie kruistabel. Dit is wat we net hebben uitgerekend bij stap 4. En dan gaan we 1 keer dat getal, in dit geval 8,9, delen door 2. Nou, dan krijg je een mooi antwoord. Dat is 4,45. Dat is dan wat we hebben berekend. En daar komen we straks ook nog verder op terug. Dan hebben we stap 6. Dan gaan we het weer omrekenen. Want we weten nu hoeveel mol we hebben. Want dat is altijd de stof waarmee je rekent. Maar we willen weten hoeveel zuurstof we hebben in gram. Nou, daar heb ik ook even een mooi voorbeeldje bij. Nou, dit is wat we net hebben uitgerekend. En als je van massa naar mol gaat, dan deel je het door de molaire massa. Maar we gaan nu van mol naar massa. En dan gaan we dat mooi even keer doen. Nou, dit is natuurlijk niet hetzelfde getal, want we gaan nu kijken naar de zuurstof. Dus kijken we naar wat is de molaire massa van zuurstof. O2, dat betekent 2 keer een O. En O is 16,00. Dus we hebben keer 2 gedaan, is 32,00. En dan doen we wat we net hebben uitgerekend, doen we keer dat getal. Nou, dan krijgen we een mooi antwoord van 142,66. Maar dit moeten we nog eventjes netjes opschrijven. Dat is pas stap 7. Dan gaan we een goede significantie toevoegen. Nou, dat heb ik hier ook gedaan. We weten 500 gram, 3 significanties. Nou, dat heb ik hier ook opgeschreven. 143 gram, even netjes afgerond. Hier hebben we 142,66. 6 is boven de 5, dus dat ronden we af naar boven. Nou, dan heb ik hier nog even een oefenvraag voor jullie. Dus als je dit even leest en zet je hem op pauze, dan komen we er zo weer terug. Maar dan wil ik je eerst even de formule laten zien. Want die heb ik al even opgeschreven. Dit is de formule. Je moet hem wel zelf even kloppend maken. En als je niet weet hoe dat moet, kijk dan even naar ons vorige filmpje waar we helemaal uitleggen hoe je zo'n vergelijking kloppend maakt. Nou, dan gaan we kijken wat we moeten doen. Nou, de eerste stap is de formule. Ik heb hem al even kloppend gemaakt. 2Fe plus 3S wordt Fe2S3. Nou, stap 2. Dan kijken we wat is er gevraagd en wat is er gegeven. We weten dat er 200 gram ijzer is. En we willen weten hoeveel gram zwavel er is. Daar staat de S voor. S staat voor zwavel. Nou, dan gaan we even kijken naar stap 3.
Nou, we gaan kijken tussen ijzer en zwavel. Voor ijzer staat een 2, voor zwavel staat een 3. Molverhouding 2 staat op 3. Nou, stap 4, dan gaan we het omrekenen. Die 55,85 is de molaire massa van ijzer. Dus dan delen we die 200 gram, want dat weten we, delen we door de molaire massa, hebben we het aantal mol en dat is 3,58. Dit is wel afgerond, maar ik heb het volledige getal heb ik eventjes in de rekenmachine laten staan. Dan hebben we stap 5, dan gaan we toepassen, hier ook afgerond in de rekenmachine, gewoon netjes het hele getal laten staan. Nou, daar heb ik ook even een tabel bij neergezet. Doen we weer en hetzelfde. Nu weten we weten FE, die heb ik ook ingevuld. 2 staat op 3. 3 keer 3,58 gedeeld door 2 is 5,37. Nou, dan gaan we naar stap 6. Ik heb de formule weer bovenin gezet, zodat we het niet terug hoeven te spoelen. Nou, nu doen we weer hetzelfde als bij de vorige keer. We gaan weer van mol terug naar massa. Dus dat doen we keer de molaire massa. Maar uiteraard doen we dat wel van de zwavel. Dus, 5,38 keer 32,06 wordt 172,21 gram. Maar we moeten even kijken, 3 significanten. We hebben even netjes afgerond naar 172 gram. Nou, dan hebben we nog een mooie formule voor jullie. Ik heb de formule CO3 plus Na wordt Na2CO3. Nou, formule is weer niet kloppend. Zet hem even op pauze. Kijk er even naar, dan zijn we zo weer bij je terug, zodat we het kunnen uitleggen. Nou, kijk, ik heb het weer even op stap per stap gedaan. Stap 1, de formule, even kloppend gemaakt, heel simpel, alleen maar een 2 voortzetten. Alles, voor de rest zijn alle stoffen netjes gelijk. Stap 2, gevraagd en gegeven. Nou, we weten 350 gram, weten we. Nou, we willen weten hoeveel CO3 we hebben, dus dat gaan we ook uiteindelijk uitrekenen. Stap 3 is de molverhouding. Nou, we gaan kijken tussen natrium en tussen natriumcarbonaat. Nou, we weten hier staat een 2 voor, hier staat niks voor, dus een 1. 2 staat het 1. Nou, dan gaan we naar stap 4. Dat is het omrekenen. Die 43,98 is van het natrium. Nou, dus dan delen we die 350 gram die we weten, delen we door de molaire massa. Komt 7,96 uit. Weer niet volledig het getal, wel even netjes afgerond, anders wordt het zo'n knutband hier. Dan gaan we toepassen. Ook hier heb ik weer een prachtige tabel. Ik heb hier 2 staat tot 1 en we weten 7,96. 1 keer 7,96 delen door 2 komt uit 3,98 en weer afgerond. Dan gaan we naar stap 6, we rekenen het weer om. Formule heb ik weer boven op het bord gezet, zodat het even makkelijk is te kijken. Nou, we wouden weten wat carbonaat is, dus dan doen we 3,98 keer 60,01. Dat kan je opzoeken weer in je BINAS. En dan krijgen we 238,78 gram. Dan gaan we naar stap 7, significantie. Nou, zijn weer 3 significanten, dus weer afronden op 3 getallen. 239 gram is het antwoord hier. Dan heb ik er nog één. Deze is lastig. Dus als je hier niet uitkomt, is dat te begrijpen. Het is een hele moeilijke opgave. Kijk er even naar, dan zijn we zo weer bij je terug. Nou, het is een pittige cirkel. De formule heb ik al even opgeschreven en kloppend gemaakt. Sommige stoffen stonden al in de vraag zelf. Nou, we hebben mooi C3H8 plus 5O2 wordt 3CO2 plus 4H2O. Gaan we kijken wat wordt er gevraagd en wat wordt er gegeven. Nou, we weten 0,05 kilo van C3H8. En we willen weten hoeveel gram CO2 we hebben. Nou, dan gaan we eerst even kijken wat is de molverhouding. We gaan kijken tussen C3H8 en CO2. Hier staat niks voor. Dus een 1. Hier staat 3 voor. Dus de molverhouding is 1 staat tot 3. Gaan we naar stap 4. Gaan we omrekenen. Nou, we weten 0,05 kilo is ook wel 50 gram. En dan delen we 50 gram delen we door de molaire massa. Dat is in dit geval 44,094. Nou, daar komt 1,13 uit. Gaan we door naar stap 5. Weer een mooi tabelletje. We weten hem. Ik heb hem ingevuld.
3 keer 1,13 delen door 1 is 3,40. Nou, dan bij stap 6. Gaan we weer omrekenen. Formule weer even boven op het bord gezet. Nou, we doen 3,40, wat we net hebben uitgerekend, weer afgerond. In de rekenmachine laat je het gewoon staan. Doe een keer 44,010 en dat komt uit 149,71 gram. Waarom heb ik dit dichtgedrukt? Nou, ik wil hem in kilo's, zoals ik bij stap 7. Want ik heb in de opgave stond, nou ja, antwoord in kilo's. Dit is wat we hebben. Omdat wij in gram hebben, moeten we even delen door 1000. Krijg je kilo's. 0,1 kilo. Even één tip. Dit significante, de 0 telt niet mee. Als het hier een 0 staat, telt hij wel mee achter de 1. Maar als hij hier bijvoorbeeld voor de 1 staat, in dit geval, telt hij niet mee. Dus het heeft maar één significant. Nou. Leuk dat je weer even keek. Snap je dit niet? Kijk dan even terug. Probeer de opgave nog een keer. Of kijk een van onze andere filmpjes.